Oh, dit is echt snel. Oh, ja. Oh, het is echt niet normaal zoals dit er vandoor gaat thuis. Dames en heren, jongens, bij een hele goede morgen. Ik heb een fantastisch speelgoed bij me. Dit is namelijk de hagelnieuwe BMW M3 CS. En in mijn ogen de allerleukste auto tot nu toe van 2023. Eigenlijk, om heel erg eerlijk te zijn, is dit een auto met relatief weinig nadelen. Twee nadelen om precies te zijn. Je kan nergens een blikje kwijt. Je hebt, zoals bekend bij de CS en de CSL, weinig opbergruimte. Het tweede is, wellicht het grootste probleem, de prijs. Want ik heb net nog eventjes een andere BMW M3 Competition die ik als eerste reed. Ik heb de K, dus dat is alweer een tijd geleden. Ja, die was wel aanzienlijk goedkoper, zeg maar. Die was redelijk full option. 170.000 euro. Deze auto, 210.000 euro. Dit is dus de vernieuwde BMW M3 CS. En nee, hij komt niet alleen met een nieuwe grill. Ook hebben ze de motor flink aangepakt. Nou jawel, hetzelfde vermogen als de BMW M4 CSL. 551 pk en 650 Nm aan koppel om precies te zijn. En daarnaast is de auto uiteraard ook een stukje lichter geworden door het gebruik van een carbon fiber motorkap. Naast dit allemaal wordt de auto alleen geleverd met BMW xDrive, wat resulteert in een sprintje van 0 naar 100 in 3,4 seconden. Mocht je de xDrive uit willen zetten, kan dat dus ook. Want dit is een werkelijk waar unieke auto. 551 pk, 650 Nm aan koppel. En wanneer je dus zou willen, kan je, inmiddels bekend bij BMW, het xDrive volledig uitzetten. En dan heb je dus een 8 uur aangedreven BMW M3. Gewoon zoals het moet zijn, gewoon zoals het eigenlijk wil hebben. En ik heb in tijden niet zo'n leuke auto mogen rijden. Deze auto heeft het oprecht allemaal. Los van nogmaals prijskaartje, 210.000 euro. Dit is eigenlijk de CSL zoals je hem wel wil hebben. Want je kan het zien, achter me, we hebben gewoon een achterbank. En wanneer we dus denken van, nou, oké, leuk. Dan gaat het ook nog serieus dwars. Deze auto te activeren gaan we ditmaal niet zoals ik meestal in deze auto rijd, twee-wheel drive. Dan gaan we naar de setup. Dan zien we hier heel verschillende opties. Ik heb M1 en M2 zelf geconfigureerd. We gaan terug naar vier-wheel drive sport. Dan zet hij dus tractiecontrol of helemaal uit of in sport. Ik heb momenteel helemaal uit. Het is wat vochtig, het heeft hard geregend. Versnellingsbak naar zijn snelste stand. We hebben drie verschillende standen voor de versnellingsbak. Gas erbij. En dan gaan we. Oh, dit is echt snel. Oh, ja. Oh, het is echt niet normaal zoals dit er vandoor gaat, dames en heren. Holy shit, hé. Hey. En zo heeft die auto dus ineens bijzonder veel grip. Bijzonder veel grip voor een BMW M3, want normaal is de vorige generatie CS was gewoon volledig achterwiel aangedreven. En jullie horen het, de auto stond momenteel in zijn snelste setting. Dan duurt het wat langer voordat hij doorschakelt. De eerste setting op de versnellingsbak is de versnellingsbak waar hij op lage toeren doorschakelt. Wat misschien ja, iets relaxter rijden is, kan ik wel stellen. Maar eigenlijk waar deze auto naar mijn zeggen in uitblinkt, is het gevoel wat je hebt in de neus. De auto is niet alleen iets lichter geworden, maar ook de voorkant van de auto, hoe je dat in... hoe dat instuurt is gewoon waanzinnig. De motor is anders getuned en het is gewoon de M3 zoals je wil. Hij is wat scherper, hij is wat vlotter. Je kan hem met veel meer gevoel in de bocht zetten. Ik vond de xDrive variant een waanzinnige auto. Ik vond het een goede uitkomst. Maar het nadeel van het xDrive bij de auto aan de voorkant is dat hij soms
wat ging zoeken. Dat het toch te elektronisch voelde. En dat je de verbintenis met die auto iets miste. De auto, de CS, heeft dat werkelijk waar helemaal verholpen. Het is nog steeds X-Drive, het is nog steeds 4-wiel aangedreven, wat je dus kan uitzetten. Maar ze hebben er iets in gedaan, ze hebben er iets mee gedaan in München, wat het gewoon een waanzinnig andere auto maakt. Topsnelheid dus, 302 km per uur. Holy shit. En om dat te stoppen, kraamwielrem optioneel. Jawel, en die moeten er zeker op. Wanneer de auto in 4-wheel drive sport zet. Iets wat onmogelijk was met de vorige generatie CS was om grip te krijgen. De auto was lichter geworden, de dubbele koppeling sloeg erin en eigenlijk tot je vierde versnelling had je wielspin. We hebben hier een andere transmissie, volledig automatisch. En ik ben toch eventjes benieuwd, 2-wheel drive, volledig alles uit. Wat er gebeurt als ik gewoon vol gas geef in vochtige omstandigheden. Wachten. Nou, wel wat wielspin, maar ik vind het echt bizar. Zoveel meer grip als je met deze auto hebt. Ja, en ik denk oprecht dat de glimlach gedurende deze video het allemaal wel een klein beetje heeft verklapt en een klein beetje heeft laten zien wat ik aan het begin van de video al een soort van voorspelde. De M3 CS is in mijn ogen oprecht de allerleukste auto die momenteel dit jaar is uitgekomen. Niet de beste wellicht, maar wel de leukste. En er zijn zoveel limited editions op de markt gekomen in de afgelopen periode dat ik een klein beetje een voorgevoel had dat deze auto ging tegenvallen. Te veel limiteds, Porsche weet het allemaal, en te veel gewoon in mijn ogen die het verschil op de openbare weg niet kunnen waarmaken. Want zeg nou eerlijk, een M3 CS, het is dik, maar hoeveel mensen gaan deze auto nou echt dag en nacht alleen voor het circuit gebruiken? Ik denk dat het er maar weinig zijn. Dus, dan moet hij het ook waarmaken op de openbare weg. En dat vond ik bij de vorige generatie BMW M3 M4 CS niet. Maar deze jongens, holy shit, wat een ervaring. BMW, onwijs bedankt. Laat even weten in de reacties wat jullie ervan vinden. Heb jij er 210.000 euro voor over? Zou je hem kopen? En zo ja, hoe zou je hem samenstellen? Ik ben groot fan van dit. Ik ga nog even sparen. Vergeet niet te liken, niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer heel erg snel. Hasselen.